Zakaria, ook jij goedemorgen. The day after. Wat was het eerste wat je dacht en voelde nadat je vanochtend opstond? Ik persoonlijk best wel een beetje last van mijn knie. Dat was niet echt, ik was gisteren erop gevallen. Maar voor de rest was het fijn en blij. Je wint twee overwinningen en vrijdag is de finale. 16 goals in 2 internationale wedstrijden, dat is gewoon echt veel. Jazeker, ik denk dat dat echt een, ons gewoon echt een boost geeft. Wat jij zegt, 16 goals. En ik denk gewoon fijn, het is mooi om veel te scoren. Ja. Maar het echte karwei moet beginnen, dat is over iets meer dan 24 uur. Helvetia Futsal Londen, je hebt de ploeg zien spelen in de hal, maar ook op beeld. Ja, zijn ook geen pannenkoeken. Nee, zeker niet, dat heb je goed gezegd, Leo. En we moeten gewoon aan de bak. Alles geven. En natuurlijk, je speelt thuis, dus die thuisvoordeel heb je. En we kunnen ook gelijk spelen. Natuurlijk ga je daar niet vanuit. Je wil gewoon winnen. Maar ik denk gewoon dat we de klus moeten klaren. Je speelt thuis met je eigen publiek, wordt bomvol. Dus wij moeten gewoon door. Ja, want de uitgangspositie is door dat enorme goede doelsaldo van Hovenkubo natuurlijk prima. Je zegt het terecht al, een gelijkspel zou kunnen volstaan, maar je wil natuurlijk gewoon winnen. Dat lijkt me duidelijk. Ik zei het al, Helvetia Londen, ja, dat is geen pannenkoekenploeg. Zeker niet dat ze onlangs dus Ari Santos nog erbij gehaald hebben, die als een veldheer in het veld staat. Ja, dat klopt. Gozer heeft een mooie prijzenkast. 2 keer wereldkampioen geworden, als het goed is. Dus ja, kijk, hij is wel bijna 40. Maar hij speelt veel, staat tactisch vaak goed. En natuurlijk niet het fysieke wat hij destijds had, maar hij blijft gewoon goed. Maar goed, weet je, wij zijn fit en we moeten gewoon alles geven. Hebben jullie binnen de spelersgroep al een beetje gefilosofeerd hoe je die Ari moet beteugelen? Wat ik zeg, de power is niet meer zoals eerst. En bedoel, Amir staat hier. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoeveel power die heeft. Dus ik denk dat dat gewoon goed komt. Ja? Ja, zeker. Het moet een enorm zaalvoetbalfeest worden, hè, over 24 uur. Dat zou echt mooi zijn, ja. Dat we winnen en lekker doorgaan naar de meerhoud. Sander, goedemorgen. The day after. Ja, of the day before, Leo. Net hoe je me kijkt. Nee, gisteren een goede performance neergezet. Zeker de eerste helft dat we gisteren ook al met elkaar hebben besproken. Vandaag rustig en tactisch training net zojuist afgerond. De rest van de dag gaan we verder herstellen en verzorgen. Morgen gaan we uitgebreid beelden kijken en dan moet er morgenavond gebeuren. Ja, want het kriebelt enorm. Niet alleen bij jou en je spelers, maar eigenlijk bij iedereen die het zaalvoetbal een goed hart toedraagt. Ah, kijk, nogmaals, we hebben het van tevoren gezegd. Hè, we steken als club steken onze nek uit met zoveel supervrijwilligers. En ook met bestuur en de gemeente horen samen KVB. Nou ja, je bent hier ook niet erop bedoeld, 6-7 dagen in de week. Iedereen leeft daarmee. Ja, het zou geweldig zijn als we morgen de steun van het publiek krijgen. En ik weet zeker dat het vol komt. Ja, dan hopen we dat het extra boostje geeft om die jongens nog een stapje meer te laten geven. En het tot een goed einde te brengen. Maar zeker, het leeft enorm. Niet alleen bij ons, het prikkelt. Het voelt goed. We willen graag morgen laten zien dat we naar de volgende ronde mogen. Ja. Ik heb ook het idee, mede dankzij die 2 goede wedstrijden die jullie gespeeld hebben, dat er eigenlijk niet echt pijntjes binnen je ploeg zijn. Nee, het is meer herstellen, omdat wij gewoon de Supercup zaterdag hadden. De weersomstandigheden gewoon echt zwaar zijn in de zin van dat er heel veel warmte in de hal was, nou, zeker dinsdag. Daar hebben we gisteren geen last verder van gehad, maar we gaan ook geen gekke dingen doen. Dus we pakken gewoon optimaal, het is het voordeel van deze situatie, optimaal onze rust en verzorging. Zodat we gewoon ook geen pijntjes creëren. En dan zullen we zien dat onze taak, zeg maar, samen met de medische staf is om ze zo fit mogelijk naar morgenavond te brengen. En dan moet de rest is aan de spelers, tussen aanhalingstekens. En dat is onze missie en dat gaat lukken. Over optimaal gesproken, de uitgangspositie voor het halen van de main round van de Champions League is ook optimaal. Ja, is optimaal. In die zin dat we hebben vorig jaar achteraf gezien iets te weinig goals gemaakt in de eerdere wedstrijden. Niet bewust uiteraard, maar we hebben zoveel kansen gecreëerd dat we ook dachten dat het genoeg zou moeten zijn. Ja, we kwamen toen tot 2 keer toe tot de gelijke stand. In de beslissende wedstrijd soortgelijk scenario eigenlijk als nu. Alleen nu hebben we de goals in het voordeel. Vorige keer hadden we 40 seconden voor tijd, kregen we de deksel op de neus. Nou ja, goed, daar hebben we over gesproken destijds en ook daar voor de rest niet te veel aandacht aan besteed. Maar wel gezorgd dat we dat in het voordeel krijgen. Het voordeel is ook zo gegaan. En daar hebben we gisteren ook fantastische eerste helft gespeeld om ook te laten zien dat wij heel bewust zijn van het feit dat het een voordeel is. Ja, zij zullen morgen voor ons moeten winnen en tot op heden zijn we ongeslagen en dat gaan we zo houden. Ja, me dunkt, 16 goals in 2 internationale wedstrijden, dat is geen kattenzeik. Nee, nogmaals. En niet alleen het aantal goals, maar vooral
de manier van die goals. Want ja, ik heb gewoon ontzettend goed voetbal gezien in fases. En ja, ik denk dat met 16 goals het nog zachtjes uitgedrukt is. Want ik denk als je nog iets meer gas geeft en iets scherper bent bij de goal. Ja, dat zullen we morgen dus wel moeten zijn. Dan had het nog veel erger kunnen zijn. Maar uiteindelijk gaat het straks om resultaat. Morgen is het echt, al is het 1-0, is het 1-1, het is in me geen hol. Wij willen gewoon naar de meenhoud. Ja. Tot slot, voor de camera, ook naar eigen mensen toe, ben je altijd redelijk rustig, ingetogen. Maar is er een moment geweest de afgelopen dagen dat je een gat in de lucht hebt gesprongen? Nog niet. Ik hoop dat het moment morgen komt. Nee, ik ben buiten de wedstrijdspanning, zeg maar, wat gezond is. Wat ook moet zijn voor mij in ieder geval. Want ik ben een gepassioneerde persoonlijkheid, zeg maar, die gewoon echt zaalvoetbal ademt. En daar zit gewoon een gezonde spanning op. En ja, ook een heel groot deel van enthousiasme. Omdat wij, ja, van dichtbij zie ik dat natuurlijk gewoon al maanden, zeg maar, na het kampioenschap is er geen rust geweest voor de vrijwilligers en bestuur. En dus ja, die energie die dat geeft, ja, dat wil ik met alles wat er in mijn ziel en zaligheid ligt, wil ik dat proberen te belonen. Ja, dat voelt nu ook heel goed. En dat zal morgen zal er een ontlading zijn. En ik hoop de positieve. Ga je dan wel dat gat in de lucht springen? Nou, ik ben natuurlijk niet meer helemaal de jongste en zeker ook niet helemaal meer op gewicht. Dus dat hoogspringen zal het niet meer worden, Leo. Maar nee, ik deel de passie zoals jij die ook deelt met velen van ons. En ik vind het gewoon een geweldig evenement. Hoe het georganiseerd is door ons is echt complimenten. Ik heb vandaag de Schotten vanmorgen even gesproken. Die waren zwaar onder de indruk ook van alles wat niet alleen sportief, maar ook vooral, zeg maar, ook de organisatie. Ja, dat doet ons heel veel goed. Hè. Alles voelt gewoon goed. Alleen ja, wij hebben samen de staf en de spelers moeten dat morgen gaan bekronen. En ja, dat geeft een gezonde druk, maar die jongens hebben er ook echt wel wijs van zin in. Dus we kijken er weer naar uit, om het zo maar te zeggen. En ja, weet je, laat het dan 2 keer 20 minuten stampend vol zijn. Een geweldige sfeer maken. En laat het publiek alsjeblieft ons ondersteunen. Ja, en dan gaan wij er alles aan doen om eruit te persen. En die end of the day, als we dan terugkomen in de kleedkamer na 2 keer 20 minuten. En dan moet het zo zijn dat wij de winnaar zijn.